qu'il faut faire un budget sérieux, mais aussi, comme on l'avait dit, continuer à travailler sur la relance économique. Donc, c'est un exercice très difficile. 4,5 miljard, dat is wel veel, hè? Daar straks zijn ze 800 miljoen. Nou, we moeten aan beginnen. We hebben een moeilijke oefening, maar ik ga er geen commentaar over geven. Daarom hebben we beslist dat vanaf nu, voorlopig, elke uitgave die niet samendrukbaar is, donc die dus niet absoluut noodzakelijk is, zal worden bevroren. Ah, ik heb geen enkele deadline. De kwaliteit van het werk zal oneindig veel belangrijker zijn dan het halen van een of andere deadline. Ja, de regering werkt aan de begroting, maar spreekt niet over de begroting. Dus hebben wij maar twee winnaars van de verkiezingen uitgenodigd. Geen lid van die federale regering. En laten we hen dan maar eens vragen hoe je zo'n begrotingstekort dichtrijdt. Steven van de Put voor N-VA en Stefaan van Ecke zitten hier aan de tafel. Ja, meneer van de Put, 800 miljoen voor dit jaar nog en 3,5 miljard voor volgend jaar. Hoe doe je dat? Wel, laat ons toch zeggen dat het enigszins opmerkelijk is dat wij hier zitten als leden van de oppositie om een licht te geven op het werk dat eigenlijk de regering al had moeten doen voor het reces. Dit had moeten, dit programma had moeten starten voor het reces, maar tot daar. Ik denk als u vandaag aan mij vraagt van hoe gaat u dat dichtrijden, dan denk ik dat het voor iedereen in België wel duidelijk is dat bijkomende lasten onmogelijk zijn. Ook OESO heeft berekend. Geen extra belasting. Wij zeggen absoluut geen extra belasting, geen inkomstenverhogende maatregelen, niet op kap van de gepensioneerden, niet op kap van de werkende mens, niet op kap van de ondernemingen. Oké, maar dan bespaar je, en dat is ook op kap van de werkende mens, dat is ook op kap van iemand. Er zijn tal van mogelijkheden om te besparen. En wij vanuit de N-VA vertrekken eigenlijk van twee belangrijke principes. Dat is één, laat ons eens kijken daar waar wij excessief veel meer uitgeven dan de omringende landen. Dan onze omringende landen, één, dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is ook daar eens te kijken waar kunnen we besparen, waar dat vandaag de uitgaven veel meer stijgen dan de uiteindelijke economische groei vandaag is, die nul is. Ja. Dus daar waar grote stijgingen nog zijn. Een voorbeeld, sociale zekerheid? In de sociale zekerheid, specifiek in geneeskundige verzorging, hebben we vandaag een reële groeivoet in 2012 van 4,32%. Wel, daar is nog ruimte voor besparing. Is trouwens ook al aangegeven door meneer Beke zelf van CD&V. Oké, kijk ik naar Stefaan van Ecke. Want ik heb de indruk dat de regering werkt aan een hele reeks kleine maatregelen. Maar dan vraag ik mij af, ja, goed, die grote visie, waar zit die dan? Dus groen, stel dat u het moet dichtrijden, het gat, hoe doet u het? Ik deel de vrees dat we opnieuw een honderdtal kleine maatregelen gaan krijgen zonder echt structurele maatregelen, zoals we dat vorig jaar gezien hebben. Ik denk dat als je structureel wilt ingrijpen, voor ons is heel belangrijk dat de lasten correcter worden verdeeld. We zitten nu met een enorm grote last op arbeid, bijvoorbeeld. Iedereen is het daarover eens. Maar men doet daar niks aan. En dat is heel slecht voor de tewerkstelling. En dus moet je naar een verschuiving gaan. Die lasten op arbeid die moeten op termijn echt wel naar beneden gaan. En je moet die gaan verschuiven naar meer lasten op vermogensfiscaliteit. Maar dan echt de grote vermogens. Kijk wat er gebeurd is. De rijkste dat Fransman is Frank, die naar hier komt. Ja, Frankrijk. De rijkste Fransman is naar hier gekomen. België is eigenlijk nog een fiscaal paradijs voor de superrijken. Hè. Niet voor de werkenden, die betalen heel veel. En ik denk dat we ook daar moeten kijken dat daar een extra inspanning moet kunnen komen van superrijken. En ja, een aantal misbruiken die er zijn. Neem de notionele interestaftrek. Ja. Oorspronkelijk ging dat 500 miljoen kosten, zoveel jaar geleden. Nu kost dat meer dan 5 miljard. 5% gaat naar de KMO's. 95% gaat naar de grote bedrijven die met allerlei constructies hier miljarden besparen. Okay. En dan zeg ik van, als we het eerlijker willen verdelen, dan moeten we in de eerste plaats naar daar kijken. Niet naar de werkende mensen. Geen van beiden kijkt naar de werkende mensen. Eén bijvraagje voor u. Met die superrijken, die ene Fransman te belasten, rijden we dat gat niet dicht, hè, van de begroting? Het gaat niet over die ene rijke. Het wil wel zeggen dat in ons land we heel vriendelijk zijn voor de zeer grote vermogens. En dat we daar met een aantal kleine maatregelen toch wel wat inkomsten zouden kunnen genereren. Ik wil reacties op mekaars voorstellen. Ik laat eerst u reageren. Meneer Van der Put zegt sociale zekerheid. Ja. En namelijk de geneeskundige verzorging, daar is nog ruimte. Ook Wouter Beke, voorzitter CD&V, heeft dat gezegd. Akkoord?
Als men zegt sociale zekerheid, moet je altijd opletten. Want dat is heel breed. Hè? Ja. Want dat Beke was ik heb ook gespecificeerd. En dat is iets, natuurlijk, de overconsumptie die er ook vaak is in de medische sector. Als we dit kunnen aanpakken, akkoord. Maar het mag niet zijn dat de rekening voor een doktersbezoek of voor geneeskundige verzorging voor de gewone patiënt omhoog gaat. Daar niet. Maar de overconsumptie aanpakken, dan zeg ik, ja, daar kunnen wij zeker in volgen. Oké, okay, en dan de vermogensbelasting die Groen voorstelt? Wel, het risico is natuurlijk altijd, als de linkerzijde gesproken wordt over het verschuiven van belastingen, dat men eigenlijk bedoelt, we gaan belastingen verhogen. Iedereen is ervoor akkoord dat we in Hasselt... In de gemeenteraad. Dat men in België arbeid veel te zwaar belast. We scoren daar torenhoog, alleen het hoogste van de wereld. Dus dat daar een verschuiving moet komen, is iedereen van overtuigd. Het probleem is natuurlijk altijd de linkerzijde, dat men zegt, van, laat ons een keer de vermogens gaan aanpakken of laat ons die notionele interesse aanpakken. Maar zonder eigenlijk dadelijk ook het alternatief vooruit te brengen. Ja, wij zeggen ook, notionele interesseaftrek, laat ons dat systeem herbekijken, maar laat dan ook bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting gaan naar hetgeen wat in Europa gebruikelijk is, hetgeen vandaag ook niet het geval is, zodanig dat onze ondernemingen ook terug zuurstof krijgen om te groeien, terug zin krijgen om te ondernemen en zo ook weer jobs creëren, want als er nu één zaak is... In dat geval wil u wel zo'n vermogensbelasting aanvaarden? Wel, ik denk dat een vermogensbelasting op zich niet onbespreekbaar is, als dat een verschuiving is, één, en twee, als het niet zo is, om het gat in de begroting alweer dicht te rijden. Want het is dat wat we vandaag natuurlijk doen. Het debat moet gaan vandaag over hoe gaan we onze begroting structureel in orde brengen. Ja. Hoe gaan we duurzaam ervoor zorgen dat onze financiën op Belgisch niveau in orde komen, maar dat ook onze ondernemingen hoesting blijven houden om mensen aan het werk te zetten. Want dat is de enige garantie op beterschap in de toekomst. Maar ik merk een opening rond de vermogensbelasting. Ja, wel, ik denk, er is een opening. Verschillende partijen zeggen, laten we even een globaal debat doen over de fiscaliteit. Omdat er inderdaad een aantal onrechtvaardigheden in zitten. Dit is toch een typische PS-maatregel, die vermogensbelasting. Ze is overgewaaid uit Frankrijk. Dit is toch wat de PS voorstelt? Wel, we hebben al jaren geleden ook een bepaald... Maar je hebt verschillende soorten vermogensbelastingen. Wij pleiten niet voor het Franse model, waar men nu boven de 1 miljoen 75% gaat belasten. Dit lijkt me contraproductief te zijn. He, maar je kan dat ook op een andere manier doen. Maar ik denk dat inderdaad je moet naar een grotere mix gaan. Europa zegt dat ook. Als Europa jaarlijks een rapport maakt over België, dan zeggen ze de lasten op arbeid zijn veel te hoog. Je moet die verschuiving gaan realiseren richting vermogens, richting ook bepaalde vormen van milieubelasting en dergelijke meer. Dus je moet het eens in totaliteit gaan bekijken, maar ik ben tevreden dat er toch minstens al een kleine opening is. Dit is toch een PS-maatregel? De N-VA is toch tegen die... Wij zijn in principe tegen iets wat iemand verdiend heeft opgespaard, dus om daar zomaar terug een aanslag op te plegen. Achteraf zijn we uiteraard tegen. Hè? Maar tegen deze vermogensbelasting? Maar wat is deze vermogensbelasting? Ze wordt vandaag niet gedefinieerd. En opnieuw, ik zeg, een vermogensbelasting mag niet het middel zijn om het gat in de begroting dicht te rijden. Vermogensbelasting moet aan bod komen op het ogenblik dat we het hebben over wat is nu de personenbelasting, wat is de vennootschapsbelasting, wat is nu inderdaad ook belasting op inkomen, uit vermogen en dergelijke. Maar het principiële verzet is weg. Het principiële verzet is weg. Er is een principieel verzet, zolang als het niet duidelijk is dat we het in zijn geheel bekijken. Oké. Zal ik de vraag even anders stellen? Waar mag niet aan geraakt worden, volgens Groen, als het in begrotingsdiscussies op aankomt? Wel, waar wij wel een probleem zouden mee hebben, dat is mocht er een verhoging van de BTW zijn. Want dat is een punt dat af en toe opduikt. Ik heb dat ook gelezen in het relanceplan van de N-VA. Men wil de BTW verhogen met 1%. Dat zou 1,34 miljard kosten voor de consument, wanneer hij gaat winkelen enzovoort. Dat zou een aanslag zijn op het inkomen van de laagste lonen van de middenklasse vooral. Dus de BTW-verhoging lijkt voor ons geen goede optie te zijn. En ook de discussie over de index, die wellicht opnieuw zal opduiken. Aan de index raken aan de automatische index is voor ons onbespreekbaar. Okay, ik laat u even reageren. Dan stel ik u dezelfde vraag, maar inderdaad de index, maar ook die BTW, want dat is een plan van de N-VA. Verhoog die BTW. Nee, het is niet het plan van de N-VA om de BTW als dusdanig te verhogen. Het plan van de N-VA komt erop neer dat we lonen terug lonend gaan maken. Dat wil zeggen dat we het stukje wat de werknemer aan de RSZ bijdraagt, zouden progressief maken. Nu, dat kost geld. En om dat plan in evenwicht te brengen, zeggen we, kijk, zoals Europa dat trouwens ook voorschrijft, verschuif belastingen van belasting op arbeid naar belasting op consumptie, verbruik en vervuiling en dergelijke meer. Wel, daar zeggen we, kijk, als wij kunnen werk terug interessant maken voor mensen, ook in de laagste looncategorieën, door progressief het tarief te maken voor de werknemersbijdrage, wel, op dat ogenblik zullen we ook moeten fiscaal maatregelen nemen om dat betaalbaar te maken. Opnieuw, dit is geen begrotingsmaatregel, dit is een relance maatregel.
Ja, aan u dezelfde vraag. Waar mag niet aan geraakt worden? U zei het in het begin al. Ik vermoed geen nieuwe belastingen. Wel, geen nieuwe lasten op geen enkele vorm. In geen enkele vorm. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is nu het moment om effectief een keer de keuzes te maken die moeten gemaakt worden om structureel op lange termijn ons systeem draagbaar te houden. Dat wil zeggen ingrijpen daar waar het meest voor de hand ligt, waar we in vergelijking met het buitenland veel meer uitgeven of daar waar de groei veel sterker is dan we kunnen betalen. En aan de index wil u ook raken? Want Groen zegt niet aan de index raken. Wel, wij zijn, en dat hebben we trouwens al herhaalde malen toegelicht, wij zijn niet voor een afschaffing als dusdanig van de index. We zijn voor het behoud van een slimme index voor vervangingsinkomen en dergelijke meer. Maar we zijn wel absoluut, ook zoals Europa het voorschrijft, voor het bereiken van all-in-akkoorden op sectoraal niveau, zowel voor overheid als voor de privésector. Okay. Denkt u dat de regering oor heeft naar jullie standpunten? Maar ik denk dat ze in theorie wel akkoord zal zijn met het idee van we moeten iets doen aan die hoge loonkosten. Hè. Ja. En daar zie ik duidelijk verschil. Wij zeggen van als je die verschuiving doet, wij kijken eerder naar notionele interestaftrek, naar vermogens, de NVA eerder naar de BTW ter compensatie. Dat is een beetje ons verschil. Maar ik vind ook bij de meerderheid, en iedereen zegt altijd, we moeten beginnen met die verschuiving van die lasten, maar men doet het niet. En nu gaat men opnieuw, het is kort dag, vlug een aantal honderden maatregelen nemen om tot een akkoord te komen. Maar je moet ook beginnen, starten. Als je zo een traject wil afleggen, dan moet je stap voor stap elk jaar stappen zetten naar die verschuiving. En die eerste stap die moet men gaan zetten, dit jaar of volgend jaar. En men schuift dat altijd voor zich uit. Oké, we kijken er samen met u beiden naar uit. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio.